De Nationale Vrijwilligersvereniging De Zonnebloem organiseerde samen met de Almeloze Rotary Clubs een boomwrecker evenement in wijkgebouw De Schelf. Een boomwrecker is een harmonisch gestemde holle plastic buis. 1, 2, 3, 4. En wij proberen mensen met een beperking, met een fysieke beperking, activiteiten aan te bieden, eenzaamheid vergroten, bezoekwerk doen we onder andere. En ook wel eens in kleinere groepjes mensen iets leuks aan te bieden. Willen ze een keer naar het theater, dan kan dat. Wat ik in ieder geval heel graag wil meegeven is, kijk, De Zonnebloem staat of valt met de inzet van heel veel vrijwilligers. En het gaat er natuurlijk om dat je op een leuke manier vrijwilligers kunt interesseren voor klaar te staan of ondersteuning te geven aan mensen van De Zonnebloem. Hè, onze doelgroep mensen met een fysieke beperking. En deze dag is eigenlijk ingericht om mensen kennis te laten maken met eigentijdse activiteiten. Iets wat mensen kan boeien, wat mensen kan interesseren en waarvan ze ook weten van nou, hè, dat kan ik eenmalig doen. Ja, ik ben dus vandaag de vrijwilliger en ik ben hier gekomen om met de mensen die hier zijn een orkest te maken. En dus zowel de doelgroep, hè, dus mensen van De Zonnebloem, als vrijwilligers van De Zonnebloem, als de mensen van de Rotary, die zitten hier ineens allemaal in een zaal en we gaan samen muziek maken. Dat vinden mensen heel lastig. Maar hoe simpel het kan zijn, dat hebben we gezien, want je hoeft eigenlijk alleen maar tegelijk te beginnen en tegelijk te eindigen, dan ben je al halverwege. En we hebben op een hele leuke manier samen muziek gemaakt. Als serviceclubs, want Rotary is een serviceclub, bieden wij ondersteuning, in dit geval dus aan De Zonnebloem, om samen met de mensen die geselecteerd zijn door De Zonnebloem muziek te maken. En de bedoeling is dat we dat uiteindelijk gaan presenteren op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Almelo op 6 januari. Ja, dat is eigenlijk waarvoor we er zijn als Rotary Club. En dat gaat soms door geld in te zamelen, maar soms ook gewoon door zoals nu. Er zelf te zijn en gewoon de hulp rechtstreeks aan te bieden en mee te doen vooral, want het is verschrikkelijk leuk om mee te doen. Boom, boom, we maken muziek op deze plek. Boom, wee, boom, boom, wee, we houden van een stukje spek. Boom, wee, boom, boom, wee, want wij zijn allemaal knettergek.